Ik ben Minke, ik ben 28 jaar en ik werk bij Aviavox als language en audio developer. Aviavox maakt omroepen voor vliegvelden wereldwijd en als language en audio developer ben ik dan verantwoordelijk voor het programmeren en het maken van omroepen in een aantal talen. Dan zorg je voor het genereren van de audio en uiteindelijk ook de audiobewerking, zodat het allemaal als een natuurlijke omroep op het vliegveld te horen is. We hebben gekozen voor iemand met een taalachtergrond, omdat het op deze functie een kruisingsvlak van taal en techniek betreft. En in het verleden kozen we ervoor om mensen met een techniekachtergrond aan te nemen in de hoop dat ze met taal overweg zouden kunnen. Maar het inzicht is tegenwoordig dat we beter iemand kunnen aannemen die verstand heeft van taal en die wat techniekaspecten kunnen bijbrengen. Wat ik heel leuk vind aan het werk is dat het echt heel veel met taal te maken heeft. Ik ben elke dag wel bezig of met het Chinees wat ik heb gestudeerd of met andere talen die ik ook heel interessant vind. Ik heb ook wel veel aan algemene onderzoeksvaardigheden die je leert op een universitaire studie. Dan begin je met zoeken op internet van wat is het voor taal, waar lijkt het op, heeft het naamvallen, hoe werken de werkwoorden. Dus om op die manier zelf onderzoek te doen, dat is iets wat ik ook wel echt op de universiteit heb geleerd. Ik zou studenten aanraden om vooral te denken aan wat er nog meer is, behalve wat je precies gestudeerd hebt en waar je het zou kunnen toepassen. Aviavox is een mooi voorbeeld van de combinatie van taal en techniek. Mijn naam is Karel Matern, ik ben Junior Manager Cybersecurity bij Deloitte Cyber Risk Services. Wat inhoudt dat ik mijn klanten help om digitale dreigingen op te sporen, te weerstaan en op te lossen. Ik heb geschiedenis gestudeerd en op dezelfde manier dat ik in mijn geschiedenisscriptie ben gedoken, ben ik ook in het onderwerp van cybersecurity gedoken. Wat het leuk maakt is dat het een heel relevant onderwerp is. En ik vind juist de combinatie van het menselijke met het technische heel erg leuk. Mijn naam is Inge Bryan, ik ben partner in de cybersecurity praktijk van Deloitte. Dus ik ben een van de 9 mensen die leiding geeft aan die praktijk, aan dat team van 210 man, waar Karel lid van is. Het is een multidisciplinair team. Dat betekent dat we vanuit allerlei disciplines werken aan de cybersecurity van Nederland. Waarom zou je iemand aannemen die geschiedenis heeft gestudeerd? Nou, voor mij is dat een no-brainer, want ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. Geschiedenis leert mij om te kijken naar wat beweegt mensen. Waarom doen mensen de dingen die ze doen? Dus dat past heel erg bij veiligheid. En daarbij is het in ons dagelijks werk is het van belang om goed te analyseren. Dus letterlijk ook teksten te kunnen analyseren, bronnen goed te kunnen beoordelen. En dat is natuurlijk bij uitstek wat je leert bij geschiedenis. Nou, mijn tip is misschien een beetje een cliché, maar kijk naar je vaardigheden en niet zozeer wat je hebt gestudeerd, maar eerder wat je kan. En dan vind je vanzelf iemand erbij, een werkgever die dat in jou waardeert. Op het moment dat je aan het einde van je studie komt en naar de arbeidsmarkt gaat kijken, is denk ik het allerbelangrijkste om je hart te volgen. Om dingen te doen die je leuk vindt. Dat is voor mij de reden geweest waarom ik geschiedenis ben gaan studeren. Beroepen veranderen, de wereld verandert. En ik denk dat als je vanuit je geschiedenisachtergrond die wijde wereld betreedt, dat je alle kanten op kan. My name is Yoana Deskalova. I graduated from the Bachelor's in International Studies and then I continued with a Master's in International Relations. Currently I'm working as a Project Communications Manager at Ligature. In Ligature we do program management of large consortia. As a Project Communications Manager I am mainly responsible for the communications on several European medical projects. My daily communication tasks would be very diverse, but they would include creation of communication materials such as news items, newsletters, brochures, but also maintenance of the project websites, organization of project meetings and others. My name is Alexander Duindam. I'm in charge of the communication team. The key skills I think are that you are an able communicator, but also that you're able to make the bridge with different types of stakeholder groups. Yoana came across as very ambitious, very smart, very dedicated, and I liked that she had already experience both in communications and in European projects. And that was a real asset. Due to the interdisciplinary nature of the Masters, I have learned to be able to translate complex issues into a simple and understandable language. I think the most important thing for me to do after I graduated was to reflect closely on the talents that I have and my strengths, but also from all the skills that I have learned, which are the ones that I enjoy the most. The general advice I think would be go for big challenges. have a look what are the big issues in the world. And if you look at the medical space, I think that presents lots of challenges for, say, talented, ambitious and smart people.